Aankomend jaar vieren we 75 jaar vrijheid in Nederland. Een mooi moment om terug te blikken. Want hoe leefde Nederland toen en wat deed de landmacht in die 75 jaar van vrijheid? Ik zoek het hier voor je uit in 7 video's over de afgelopen 7 decennia. Van de jaren 50 tot aan de dag van vandaag. Want één ding is zeker, stilzitten deden we zeker niet. Welkom in het laatste decennium van deze serie, de jaren 10. Een periode van nieuwe opkomende machten, aanslagen en grote uitdagingen. 10 jaar lang in het teken van zowel politieke als economische spanningen. Het is de tijd van Rutte 1, 2 en 3. Het klimaatakkoord. De vliegramp met MH17 en de Brexit. The triggering was captured in a single photo released at just gone 20 past one. The document handed to EU Council President Donald Tusk. So, here it is. After absorbing its contents, Mr. Tusk issued the first response in a negotiation that is now 27 against one. I will not pretend that that I'm happy today. Na de kredietcrisis klimt de economie van Nederland vanaf 2013 weer langzaam uit het dal. Toch wordt er nog flink bezuinigd met als gevolg de stagnering van de woningmarkt. Een coalitie van bouwers, woningcorporaties, vakbonden en huizenbezitters wil dat het nieuwe kabinet alles op alles zet om de huizenmarkt vlot te trekken. Door een burgeroorlog in Syrië en de opmars van ISIS ontstaat in 2015 de vluchtelingencrisis. Ruim 100.000 vluchtelingen en economische migranten proberen de Middellandse Zee over te steken om zo het Europese vasteland te bereiken. In Nederland ontstaat verdeeldheid over het opvangen van deze vluchtelingen. Verschillende jihadistische aanslagen in Europa brengen spanning en angst. Er worden extra maatregelen genomen en het dreigingsniveau voor aanslagen gaat omhoog. U prend la fuite, immédiatement neutralisé par les policiers. De bezuinigingen die vanwege de crisis moesten worden doorgevoerd, hebben ook een impact op de landmacht. Het nieuwe gevechtstenuut zal medio 2020 geïntroduceerd gaan worden. Maar als tijdelijke oplossing is in NAVO-verband dit multicam tenue aangeschaft voor militairen die op uitzending gaan. Na de kredietcrisis moet ook bij Defensie de hand op de knip. Er moeten 12.000 functies verdwijnen. Wel wordt er in andere domeinen geïnvesteerd. Zo wordt het Defensie Cybercommando opgericht in 2014. Het commando is verantwoordelijk voor cybermaatregelen bij militaire operaties. Frankrijk besluit in januari 2013 tot militair ingrijpen in een burgeroorlog in Mali. Een VN-troepenmacht moet vervolgens toezien op het herstel van de democratie in dit land. De Nederlandse krijgsmacht voert lange afstandsverkenningen uit en verzamelt inlichtingen. Op het hoogtepunt van de missie bedraagt de Nederlandse bijdrage zo'n 450 militairen. Op 17 juli 2014 stort een Boeing 777 van Malaysian Airlines neer boven Oekraïne. Het toestel is onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur als het wordt getroffen door een boekraket. Alle 298 inzittenden komen om het leven. 40 Nederlandse militairen worden naar het rampgebied gestuurd. Zij helpen bij de zoektocht naar stoffelijke resten van de slachtoffers. De Koninklijke Luchtmacht verzorgt de repatriëring van de geborgen lichamen. Op 24 september 2014 besluit de ministerraad om deel te nemen aan de internationale coalitie die ISIS bestrijdt. De reden de snelle opmars van ISIS en de mensenrechten schendingen. Ook vormt de organisatie een bedreiging middels terroristische aanslagen voor de veiligheid binnen Europa. Dit waren de jaren 10. Een tijd van spanningen, nieuwe ontwikkelingen en economisch heftige tijden.